heel hartelijk welkom hier in het Anthus te Bredevoort. Welkom namens de werkgroep die deze veiling heeft georganiseerd. Bart Honk, Meijner OZH, Thijs Nieuwenhuis en ondergetekende Ab van de Geest. U kunt de heren herkennen aan de bordjes. De kavel. Nou, we beginnen met €5. Wie biedt er €5 voor dat haarstylingstuk? €5. Eén keer. €5 geboden aan die kant. €5. Wie biedt er meer dan €5? Biedt er niemand meer dan €5? Anders krijgen ze ook haar als mij, hè? Ja, mevrouw Vermaaien. €7. €7 geboden. Eenmaal €7. Tweemaal €9 geboden. €9. €9 één keer. €9 twee keer. Niemand meer dan €9. Dan is die verkocht. €9. Kijk. Zetten ze beide in totaal voor €25. Dat is een koopje. €25. We gaan naar €30 voor Ab. €35 voor Betty. €35. €40 voor Ab. €45 voor Betty. €45. €50 voor Ab. €50. €55 voor Betty. €55 eenmaal. €55 tweemaal. Niemand meer dan €55. Is die verkocht aan Betty. Dan gaan we naar de volgende. Een concert van het Stadskoor, circa een half uur, waar en wanneer in overleg. Hij moet minimaal €50 opbrengen. En wat zou het toch leuk zijn dat je je vrienden kunt verrassen 's morgens om 9 uur op zondagmorgen. Met zo'n mooi concert in de huiskamer. Hè? Nou, €50, een koopje lijkt mij. Hij moet echt minimaal €50 opbrengen, anders gaat het echt niet door. Dan gaat die bon gewoon mee naar ons toe. We zetten hem in voor €50. Wie biedt er €50 voor een geweldig mooi een privéconcert, een huiskamerconcert? Kijk eens. Eenmaal geboden aan die kant, €50. Wie? Ab, heel goed, €55. Dat is nou een zaak. €55 geworden door Ab. Ja, ik wil de ene kant thuis blijven, de andere kant gaan natuurlijk. €55, €60 geboden hier aan de tafel. €60 eenmaal. Kom op jongens, dit is een geweldig mooi concert. Privéconcert. Er staat helemaal geen tijd bij, dus het kan wel 3 dagen duren. €60. Gerard Volmer, heel goed. €65 geworden, Gerard. €65 eenmaal. €65 tweemaal. Niemand meer dan 65. Ab, heel goed. €70. €70, dat is een vrouw aan het zwaaien, want het is niet anders. €70 voor Ab. €70 eenmaal. €70 tweemaal. Zeker weten, Gerard? Dan is hij verkocht aan Ab voor €70. Voor John, €40 eenmaal. Heel goed. €45 voor meneer Zwijnt hier vooraan. €50 voor John. €50 eenmaal. €55. Wat doe je? Die spaarmodel moet kopen, hoor. €55 eenmaal. €45 tweemaal. Niemand meer dan €55. Dan is die verkocht aan meneer Smijting hier vooraan. €55. €40. En we gaan met €5 omhoog. €40 hier vooraan geboden. €45 voor Bad geboden. €50 voor Rob. €55 voor nummer 9. €55 hier vooraan voor nummer 9. €55. Bart, €60. €60 eenmaal. Achteraan €65. Vooraan €70. Bad, €75. Achteraan €80. €85. €90. €95. Ga naar de auto, jongens. Hè? €95. Bad, €100. Vooraan €105. €110. €115. €120. €125. €125. €130 voor Bad. €130 eenmaal. €140. €145. €150. Of je hebt zo'n slechte auto, ik weet het ook niet meer. €150 hier vooraan geboden. Wie biedt er weer? €155 voor Bad. €155. Wat, je hebt nog zo'n klein autootje. €155 geboden. Wie maakt er €160 van? €155 geboden. De Bad. Eenmaal, andermaal. Verkocht aan Bad. €155. 23, een traptractor. Een Duits. Geweldig ding ook al ben je opa. Hoor maar, mooi aan de kleinkinderen gegeven. Geweldig mooi cadeau. We zetten hem in op €50 om te beginnen.
50 euro en we gaan met 5 euro omhoog. Wie biedt er 50 euro voor deze geweldig mooie tractor? Toch mooi, heb je trots zijn, kijk heel goed Anton. 50 euro geboden door Anton. 50 euro eenmaal. Niemand maakt er 55 van. 50 euro, 55, heel goed Bernd. Dat is zeker waar. Gewoon terugkomen erin. 55 euro voor Bernd. 55 euro, 60 euro achteraan voor Anton. 60 euro, 65 euro voor Ab. 65 euro achteraan geboden. 65 euro eenmaal. 65 euro, 70 euro voor Bernd hier vooraan. 70 euro voor Bernd, 70 euro eenmaal. Volgens mij weet je zo'n keer dingen die je weggegeven hebt hoor. 70 euro, twee keer. Niemand meer dan 70 euro. Heel goed Bernd, heb je in ieder geval weer terug. 70 euro verkocht weer aan mijn leerling. Geld waard. Nou, iedereen kan natuurlijk invullen wat er ongeveer mee bedoeld zou moeten worden. Misschien moet het wel aan het malen, misschien moet het wel zakken sjouwen. Maakt allemaal niet uit, maar 12 personen. Als u nou uw vrienden een leuke geste wil doen, een leuk cadeau wilt geven, dan zeggen we een middagje zakken sjouwen bij de molen. Leuk altijd voor je vrienden. Dan geeft u deze natuurlijk. Wat kunnen we daarvoor inzetten als het over 12 mensen gaat? 1 euro per persoon, 12 euro. Wie wil die prachtige rondleiding bij de molenprins van Oranje voor 12 euro? 12 euro. Nummer 17 wil wel 12 euro betalen, want die heeft al een paar vrienden die hij nog aan het sjouwen moet zetten. Dus wie wil er overheen? Nummer 15 gaat er met 2 euro overheen naar 14 euro. Wie wil naar 16 euro? Daar gaat 16 euro. Wie wil die prachtige oom? Nummer 17 die gaat naar 18 euro. Wie wil naar 20 euro? Nummer 15 gaat naar 20 euro. Wie wil naar 22 euro voor deze prachtige rondleiding voor 12 mensen zakken sjouwen de hele middag bij de Promolenprins van Oranje? 20 euro zit wel. Wie wil naar 22 euro? Dan gaat 17 euro. Nummer 17 gaat naar 22 euro. Wie wil naar 25 euro? We ronden er mooi af. 25 euro, ongeveer 2 euro per persoon. Een actieve rondleiding bij de molen van Prins van Oranje. Wie wil naar 25 euro voor deze rondleiding? Anders staat hij op 22 euro daar. Wie wil er naar 25 euro? Nummer 15 wil naar 25 euro. Wie wil naar 30 euro voor een prachtige rondleiding? Een hele middag bij je zoek naar zakken sjouwen en zakken vullen. Wie wil er 30 euro bij de Prins van Oranje kwijt aan de vrijwillige molenaars? 30 euro. 30 euro, dan blijft hij staan op 25 euro. Eenmaal, andermaal, verkocht. 25 euro. We gingen nu even een korte pauze houden volgens Ab. En dat komt mooi uit. Want we beginnen straks met nummer 58. En dat is de hele kunstveiling. En daar komen mensen speciaal voor op af. Omdat daar de topstukken onder andere van Pieter Linten onder vallen. Wie wilde meer dan 2,95? De 305, 305, 305. Wie wilde meer dan 305? 305, eenmaal, andermaal. 305, eenmaal, andermaal. Verkocht 305 deze aquarel van Pieter Linten aan Betty Raven. Dan nummer 59. Hosse vanuit de mine. Een prachtig olieverf schilderij van Gerard Wensink op hardbord. We beginnen met 50 euro. Wie wil er 50 euro? Wie wil er meer dan 50 euro bieden voor dit schilderij van Gerard Wensink? 50 euro daar. We gaan met een tientje omhoog. 60 euro. Wie wil er 60 euro bieden voor dit stuk van Gerard Wensink? 60 euro. Anders blijft hij staan op 50 euro. 50 euro is minimaal. 50 euro. Geen niemand op 60 euro. Niemand. 60 euro. 60 euro. De hossen vanuit de mine. 60 euro. 70 euro. 60 euro hier aan deze kant. Wie biedt er 70 euro? 70 euro. 70 euro aan die kant. Wie biedt er meer dan 70 euro? Namelijk 80 euro. 80 euro. Wie biedt er meer dan 80 euro? Wie biedt 90 euro? 90 euro aan die kant. Wie biedt meer dan 90 euro? Wie biedt 100 euro? 100 euro? 100 euro? Daar wordt... Nee, je had al 90 euro. 90 euro? 90 euro? Wie biedt meer dan 90 euro? 90 euro? Eenmaal, allemaal. Eenmaal, allemaal. Daar komt 100 euro. Oh, daar komt 100 euro aan die kant. Wie biedt 110? Wie biedt 110? Wie biedt 110? Daar hier is 110. Wie biedt 120? 120 aan die kant. Voor deze... Hossen vanuit de mine, 120, 120, wie biedt 130, wie biedt 130, anders blijft hij staan op 120, aan die kant 120, eenmaal, allemaal, 130, 130 aan deze kant, 130 hier vooraan voor deze prachtige schilderij olieverf van Gerard Wensink, 130, 130, 130, eenmaal, andermaal, verkocht voor 130 aan Henny. 10 voor deze schilderij uit de Hogestraat van Aalten, 110. Wie van niemand, dan blijft hij staan op 100 euro. Er was op de website 100 euro opgeboden, dus gaat hij weg voor 100 euro. Eenmaal, andermaal verkocht voor de website bieder. Boerderij Eskes, Gerard Wensink, nummer 61.
Minimumbod is 35 euro. Wie wil er meer bieden dan 35 euro? 45 euro voor dit prachtige Estes boerderijtje. 45 euro, nummer 25. Gerard wil 45 euro bieden. Wie biedt er 55 euro? 55 euro daar aan die kant. 55 euro. 65 euro daar, nummer 27. Wie biedt er 75 euro? Wie biedt 75 euro voor dit schilderijtje boerderij Estes? Nummer 25. Gerard biedt 75. Wie biedt 85? Daar wordt 85 geboden. Wie biedt meer dan 85? 95. Wie wil 95 bieden? 95, anders blijft die staan op 85, daar 85, eenmaal, andermaal, 95, daar 95 bij Gerard. 95, wie biedt meer dan 95, zijn er 105, wie biedt 105, 105, anders blijft die staan op 95, 95 voor dit prachtige schilderijtje van Gerard Bentzing. Nummer 95 is hier geboden door Gerard Bentzing, eenmaal, Gerard Voltman, eenmaal, andermaal verkocht. 62, daar is het minimumbod 25 euro. Wie wil er meer bieden dan 25 euro voor boerderij Estes van Joop Bentzing? Wie wil er meer bieden dan 25 euro? Nee, zo nee, dan gaan we naar beneden. 25 euro, daar aan die kant prachtig boerderijtje Estes. Nummer 25 euro van Joop Bentzing. Wie wil meer bieden dan 25 euro? 35 euro, wil iemand 35 euro bieden? Anders gaat hij daarom naar die kant voor 25 euro. Eenmaal, allemaal. Verkocht voor 25 euro. Het Beamer staan. Dit is een speciale aanbieding. De minimumprijs is 45, daar is er al op geboden. De foto moet nog afgedrukt worden. Dus ik kan me voorstellen, als u nou bij dat afdrukproces wilt zijn, dan biedt u meer dan 45 euro. Want dan heeft u een hele mooie inkijk in deze prachtige foto en hoe die tot stand komt. Wie wil meer dan bieden voor deze prachtige foto van Jos Betting dan 45 euro? Daar wordt 45 euro, 55 euro geboden. Wie gaat er naar 65? 65. Daar wordt 55. Daar biedt iemand 65. 65. Wie biedt 75? Wie biedt 75 voor deze prachtige foto die nog afgedrukt moet worden? 65 euro. Daarachterin gaat hij naar 75. 75 euro. 75 euro, wie biedt meer dan 75 euro voor deze prachtige zwart-wit foto? 75 euro, eenmaal, andermaal, verkocht voor 75 euro. Achteraan heeft u een nummer naar een foto van Dien Wikkering. Nee, wie is dat? Een foto van Dien Wikkering, Bredevoort, oktober 2009. Foto 42x60, geprint op Hanemuren, satinpapier en zwart aluminium lijst. Let wel, dit is een foto van waar we hier nu staan. En die foto kunt u nooit meer maken. Want dit was de afbraak van het oude Betting. En nu staat hier het nieuwe Amtshuis. Wie biedt? Mijn minimumbod is 35. Wie biedt meer dan 35? Wie biedt 45 voor deze prachtige foto? Rechts. Waar? Ja, er wordt 45 euro voor geboden door Carolien. Wie biedt meer dan 45 euro? Wie wil 55? Betty gaat naar 55. Wie wil naar 65? Carolien gaat naar 65. Wie wil naar 75? 75, anders blijft hij staan op 65 voor Carolien. Wie wil naar 75? Jos Betting gaat naar 75. Wie wil er overheen naar 85? Anders blijft hij staan op 75 bij Jos Betting. Wie gaat naar de 85? Carolien gaat naar de 85. Wie wil daar nog overheen en wil naar de 95? Wie wil naar 95 voor deze prachtige foto van een plek die je nooit meer kunt fotograferen? Anders gaat hij naar Carolien voor 95. Eenmaal, andermaal. Dan gaat hij naar 105 voor Jos. 105. Wie wil er meer bieden dan 105, 100, namelijk 105, 115, anders dan blijft hij daar staan op 105, 115 voor deze foto. Niemand, dan gaat hij naar 115, wie wil er 125 bieden voor deze foto? 125, inclusief lijst moet wel gezegd worden, inclusief lijst deze mooie foto. 125, anders blijft hij staan bij Carolien, 125, eenmaal, andermaal, 135, Jos. Wie gaat er naar boven die 135 uit, wie gaat naar 145? Eenmaal, andermaal, 135 jaar daarbij. Jos, eenmaal, andermaal, verkocht voor 135 aan Jos Betting.